Berlijn, afgelopen woensdag. Een belangrijke dag voor de toekomst van Den Haag speelt zich af in Duitsland. In de Messe in Berlijn. Een grote tentoonstelling van transport en daar staat hij. De tram naar Scheveningen. Lijn 9. Nou, dit is dus de nieuwe tram. Hij rijdt hier ook nog niet. Ook niet in Den Haag, want dat is pas over 2 jaar. Maar hij is al druk bezocht. Hij is anders. Hij is rood-zwart van buiten. Hij is wat breder van binnen. Hij is goed gevuld met Duitse zakenlieden die het woord Scheveningen niet goed kunnen uitspreken. Hij gaat richting het Kurhaus. De bestuurder zit helemaal afgeschermd. En de instap is gelijksvloers. Een mooi exemplaar. Maar 10 jaar geleden introduceerde Amsterdam een Siemens tram en die leverde nogal wat problemen op. En het ging niet over de zandstrooier, over het achterbel, maar dat was structureel een probleem. Hoe ziet de directeur van de HTM, Dirk de Klerk, het risico van het in zee gaan met Siemens? Nee, we hebben geen risico genomen door Siemens te kiezen. Natuurlijk neem je een risico wanneer je nieuwe producten die je zelf niet kent in beheer neemt. Maar we hebben een zorgvuldige analyse van alle aanbiedingen gemaakt en ook alle technische constructies. En als zodanig kwam dit product er het beste uit en wat het beste bij HTM past en het beste in de stad past. Tot zover de pregeboorte van de grijs-rode rakker die over 2 jaar geluidsarm door Den Haag gaat cruisen.